En wat denk jij nou nog wel? Nou, die Leonardo DiCaprio is wel goed hoor, met die Wolf of Wall Street. This is the greatest company in the world! Maar, Nederlanders? Tiso Gerber. Klaar. Voor altijd. Is het gaat lukken? Zeker. Hé, maar heel Nederland is een rapperboer omdat die heeft altijd uit GTST is, zeg. Nooit. Dat lijkt mij wel tof, als we vandaag toch als beroepacteur nemen. Die is nu in Albert. Hé, maar dat vind ik echt een goed idee. Ja, en weet je wat er een goed idee is? Ik moet er een vrouw, dus dan ga ik in de jury. We zijn hier vandaag bij het RSC van Flevoland in Almere en die ook college. En wij gaan vandaag acteren. We gaan zo naar binnen bij een dramaklas en dan gaan wij eens even kijken of, hoe goed wij kunnen acteren. Ja, ik ben benieuwd. De nieuwe Jeff Albert. Jij of ik? Ja. Ik heb gehoord dat goede tijden, slechte tijden gaat iemand verliezen, Jeff. Wat we dus willen gaan doen is we gaan dadelijk in 3 groepjes. Daarin gaan we met jullie samen een stukje bedenken die we gaan naspelen. Goede tijden, slechte tijden, stijl. En aan het einde mag of de docent of mogen jullie allemaal zelf gaan bepalen wie van ons drieën de beste acteur is en wie mag Jeff gaan vervangen. We hebben er een beetje zin in. Ja! Ja, dit zijn acteurs. Maar laten we even terugkomen naar de basis. We gaan een aflevering Goede Tijden, Slechte Tijden maken. In ieder geval een scène. Jeff Albers, die gaan we eruit schrijven. We gaan hem er echt op een hele lullige manier uitkrijgen. Ik ben Jeff. Heeft hij nou kinderen? Scooter van zijn dochter heeft hij ook verpatst. Als hij naar school. Bang kijken. Dat iedereen denkt, ik hoop dat hij kloppen krijgt. Jeff Albers, het spijt me verschrikkelijk, maar je gaat er gruwelijk uitzien. Wij hebben besloten dat we een soort van liefdesverhouding gaan doen. Het is soap. En in soap ben je heel snel aan het produceren en aan het maken. Want nu hebben jullie nog 30 minuten om het af te hebben. Sowieso. Nee. Weet je wat? Hou voor jezelf voor. Moet durven. Ik vind hem eigenlijk best wel goed doen. Hij is heel goed aan het improviseren. Wat heb je met mijn fucking dochter gedaan? Wat zeg je? Explosiviteit, daar gaat het om. Wel goed. Alleen de scène is niet voor elke personage heel, kan je niet heel veel mee doen. Dus ja, het is een beetje stil. Kom het aan mijn benen op de zakken! En wat zit aan mijn dochter op die zijn pedo? Blank is blank weer. Oké, okay, ja. Jij bent met me. En wat denk jij nou nog wel? Mijn dochter op mijn. Ik ben je hoertje niet. Nou ja, ik zie dat anders. Ja, je wilt toch eerlijkheid? Vrouwen houden toch van eerlijkheid? Dames en heren, nog 5 minuten. 5 minuten. Dames, heren. Vandaag gaat het gebeuren. En wij gaan het winnen. Wij zijn de shit. Ahoe! Ahoe! We hebben net gerepeteerd. Waar moet ik nog op letten, mensen? Waar je nog op moet letten? We gaan een soap spelen. Zorg ervoor dat je echt de tijd neemt om het te ontvangen en daarna de tijd neemt te reageren. Net zoals met Dudo, je ontvangt het, je doet je mimiek en je gaat daarna erop inschrijven. Dus niet heel snel op elkaar, het moet juist zo overdreven en dramatisch zijn. Verder? En opbouwende emotie ook. Ja. Opbouwende emotie. Klein en dan wordt het steeds groter. Maar verder? Got this shit, man. Deze is voor ons. Ik ken Kai, ik kan lekker presenteren, maar houdt het echt op. Kan iedereen een startpositie innemen, dan kan de scène starten. Normaal, man. Doe normaal. Hallo! Jonge dame! Ja? En jij! Dit is wel een beetje awkward. Wacht, wat? Hier aan de hand. Sorry? Nee, ik heb met jou dinsdag gezoend en met haar ook. Dit is mijn dochter! De dochter! Dat, maar dat wist ik toch helemaal niet. Ik bedoel... Jij bent een vijand! Kom op! Kom op! Do 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 do.
Toe Frank Kaai kan klaar gaan staan. Bereid je voor de scène. We hebben nu René aanwezig in de jury. Ja, ik vond het fantastisch gaan. Iedereen die sprak op zijn beurt. We zaten niet door elkaar heen. Er zat rust in de scène totdat ze boos werd. Ik zeg, dit is gewoon goede tijden, slechte tijden waardig. Dan, ik ben door mijn kraag heen. Ik heb hele slechte kaarten ook nog, hoor. Owen! Laat de kaart maar. Draai maar. Ja, Jeff, ik ben mijn geld kwijt. We hebben wel eens wat diepere dalen gestaan. Ik moet naar geld zien te komen, ik heb geen knaak meer over. Geld komen. Pak de auto, we gaan naar huis. Oh, dan moet ik die twee dragen ook nog onder ogen komen. Kom naar buiten, de auto in. Oh ja, hij staat hier. Oh, deur open. Hey, schatje. Hallo, liefheid. Hoe is het, dochtertje lief? Zit je haar leuk? In shirt. Waar is mijn scooter? Scooter! Dat is dat ding op twee wielen, toch? En dan zo'n stuur. Ja. Die is verkocht. Mam! Papa heeft mijn scooter verkocht. Wat is er nou weer aan de hand? Ga je haar kant kiezen zeker weer? Nou, het lijkt me wel een beetje zo wel. Het is mijn dochter. Ja, ze is ook dik. En je bent ook dik. Tom, nou ik mijn geld kwijt, mijn wijf kwijt, mijn dochter kwijt. We gaan gewoon rijden. Kom, ja, even in. Hey! Ja, lekker. Kijk op je auto. Wat mag je? Hallo Kimberly. Ben je nog blij met je ketting? Uh-huh. Dat is pech, want ik neem je terug. Pardon? Ja, ik heb die ketting nodig, Kimberly. Ik ben een beetje door mijn geld en zo, hè? Dus ik moet die ketting hebben. Ben je gek geworden? Nou, vooral dronken. Dus, wil je hem even kan afdoen, zeg maar. Jeff, ze is ook dom. Ja. Doe ja. Even normaal, idioot. Nou ja. Ik ga hem echt niet terug. Ik moet die ketting. 2 jaar lang doe ik alles voor je. Ja, maar ik geef ze toch ook spulletjes en zo. Dat is gewoon een goede helft. Ik ben je hoertje niet. Nou ja, dat zie ik anders, maar... Oops. Ja. Prima, idioot. Jezus. Hé, hey, dat is al gauw 50 fiches. Ik ben weer zo weer verder. Hier kunnen we hard. Bam! Wie gaat er nou zijn cavia uitlaten? Idioot! Jij bent niet uit liefde geboren, hoor jij. Ga maar naar huis om te zeggen, papa en mama, het spijt me dat ik geboren ben. En dan haal die cavia van de weg, want dit kost me 100 euro en ik heb geen geld. Sleep me weg, eraf, eruit. Oh, Dan, help! Dan! Volgens mij wordt Jeff vermoord. Dan! En dat, dames en heren, was het afscheid van Jeff Albert. Gaan wij als jury... Maar dat is nog niet het publiek, hè? Want die hebben een beslissende factor. Wij als jury gaan voor Kai. Yes! Ga staan bij degene voor wie jij stemt. Ga je voor Kai, ga je naar Kai. Ga je voor Raaf, ga je naar Raaf. Succes! Michael, kom hier! Wij zijn er nu ook. Jeff Albert! Vonden jullie ook een leuke video? Subscribe dan. Ja, vergeet ons niet te volgen op social media. En like voor de goede acteerkunsten van Kai en Raaf. Yeah. Woehoe. Tot volgende week.